een kopstootje. Een jaapie. Mijn oma noemde het altijd een vuurwatertje. Ja, ofwel jenever, maar niet zomaar jenever. We zijn bij een van de oudste jeneverstokerijen ter wereld en tevens met 442 jaar een van de oudste bedrijven van Nederland. In Zoek het Uit zoeken wij Bucket Boys naar spectaculaire antwoorden op interessante, bizarre en spraakmakende vragen. Met deze week, hoe maken ze jenever? Hallo jongens. We zijn gegeten. Hoi. Sandy, kom hier naar Lucas Bols. Hoi. Hey. Ik had gelijk een kopstoot verwacht van Sandy. Maar... Dat gaan we straks even doen. Hè? Jenever, Bols, jenever met een biertje. Maar jullie denken misschien alleen maar aan kopstootjes en puur drinken. Mm-hmm. Maar tegenwoordig wordt jenever heel veel in cocktails gebruikt. En vooral ook... Een van de oudste bedrijven. Wij dachten, dit wordt alcoholig, maar... Ja, nee, niets is minder waar. Jij gaat het tegendeel bewijzen? Ja, we gaan het tegendeel bewijzen. Ook anno 2017, jenever is... Weer hip? Ja, het begint echt weer hartstikke terug te komen. Wat ik zei in Amerika, in cocktailsteden over de hele wereld. Maar ook in Nederland, een kopstoot is weer cool. En of het nog steeds hip is, jenever wordt in Nederland meer verkocht dan vodka, gin of whisky. En is daarmee dé toonaangevende sterke drank van ons land. Ik wil je eigenlijk veel liever voorstellen aan iemand die het maakt. Ja, jij hebt ons al overtuigd. Dus, ja. En we hebben gehoord dat diegene die ons nu gaat leren hoe we jenever moeten maken, die dateert ook van de oprichting van het bedrijf. Jullie even voorstellen aan onze meester distillateur Piet van Leijden. Hoi, Piet van Leijden. Ik ben Thijs. Hoi. Hoi. Joep. Hoi. Joep. Ik ben Piet. Ja, je ruikt niet op de kamer, maar het ruikt echt super lekker hier. Ja, een beetje kruidig zo. Ja. Maar als je straks je neven geproefd hebt, dan weet je. Dan weet je hoe het, dat het niet alleen het heerlijk ruikt, maar ook heerlijk smaakt. Dat is niet Joep. Nee joh! Wow. En jij bent Thijs. En jij bent Thijs. Zo, wat zo. Nice. Eventjes, wat tof. Het is niet alleen hier maar een beetje rondkijken, er wordt ook gewerkt. Oh, nee, Sandy heeft je net verteld dat we teruggaan naar een periode van 1820. In 1575 begon de familie Bols in Amsterdam met het distilleren van likeuren. De eerste smaken waren komijn, kardemom en sinaasappel. Het bedrijf dankt haar naam aan de in 1652 geboren invloedrijke kleinzoon Lucas Bols. En in 1664 begon de familie met de productie van de beroemdste Hollandse drank, jenever. It's great. Dit boekje is al zo oud. Dit boekje is zo oud. Dat was de toenmalige meesterdistillateur schreef de recepten dan in zo'n boekje. De Bijbel van het bedrijf. Absoluut. En hier zie je even de belangrijkste ingrediënten van jenever. We hebben hier even voor jullie alle granen neergelegd die we gebruiken. Dus dat is mais, dat is tarwe en dat is rob. Hey, andere vraag Piet. Jenever best. Jenever is een typisch Nederlands drankje. Is dit dan ook een typische Nederlandse plant? Of? Nou, helaas zijn er in Nederland nog maar 3 jeneverbestruiken te vinden. In Drenthe zitten er een paar in op de Veluwe, maar voor de rest is er niet meer. Dan moet je ver fietsen om... Dan moet je ver fietsen. Dus we halen dit uit het voormalige Joegoslavië. En wat we doen is dat we een hele strenge ingangscontrole hebben. In dat soort delen van de wereld geen radioactiviteit in voor. Dat soort rare dingen checken we allemaal voordat we ons. Anders krijg je lichtgevende jenever. Ja, precies, dat willen we natuurlijk niet. Hè? Dat begrijp je wel. Zullen wij, zodat jullie laten zien om een bouwtest te laten? Mijn handen die jeuken en mijn mond is droog dus. Maar we gaan eens werken. We hebben hier al een keteltje staan met warm water. Ketel 1? Dat mag niet genoemd worden. In ons geval. Starten wij met 4 kilo, 4 kilo, 4 kilo. Dus 1/3, 1/3, 1/3. Niet morsen? Dat is hier heel schoon, ik was al bang. Hè? Ja, altijd iets meer, hè? Doe ik thuis ook met koken. Mag iets meer zijn, maar niet altijd veel. Bij twijfel extra. Precies. Kan nu wel. Zit niet zo. Aan jou de taak om het rustig in te gieten. Dat is moeilijk. Rustig. Het ruikt echt naar brintapap nou. Goed hè? Ja, dat wil ik echt niet tevreden. Lepeltje erbij en... Dus wat er dus nu gebeurt inderdaad, warm water. Dus de zetmeel, die wordt nu eigenlijk als een soort rolletje zit die opgedraaid in de granen. Dus we moeten de tijd geven om dit te laten ontrollen. Hoe lang duurt dat? Ja, het duurt zo'n uurtje of zo. Pakken wij wel eens een borrel, Piet, komen zo terug. Piet rook en hij proefde dat het goed was. Ja, man. Ja. Goed gedaan. Goed gedaan. Nu zijn alle zetmelen omgezet in suikers. En als we nu de gist toevoegen, dan kunnen we alcohol gaan maken. Dat is een ingrediënt dat ik graag toevoeg dan. Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Rustig. Dus aan jou de eer. Aan jou de eer. Kijk. Helemaal goed. Hier zien jullie dus de vergisting na een aantal dagen. Je ruikt alcohol al ook. Ja, en wat is dat scherp hè?
Ja. Oh ja. Oeh. Dan gaat je neus helemaal van openstaan. Ja, ja, ja. Maar naast die ethanol ontstaan er nog een heleboel andere chemische verbindingen eigenlijk. Propanol, butanol, enzovoort, enzovoort. En paracetamol, dat is voor de dag erna. Dat is voor de dag erna. Dat ontstaat hier niet. Dat moet je ergens anders. Dat bureau. Het is ongeveer 80-70% alcohol wat je er nu uithaalt. Ja. Kijk, de eerste borrel. Voorzichtig. Gaat erin. Ja, heel goed. Op jou, Piet. Heb een beetje. Je proeft een beetje wat het daar rook eigenlijk. Maar het is wat dat betreft dus ook nog wel echt een ambacht. U bent constant aan het proeven en ruiken en kijken wanneer dat hij goed is. Dit is hartstikke ambachtelijk. Ja. Een van de grote fouten die ik gemaakt heb, is dat ik dacht dat ik het analytisch de smaak kon bepalen. Een mens als, ja, zonder proeven, een mens als meetinstrument is eigenlijk heel onbetrouwbaar. Nou, daar kwam ik al na een week achter dat dat niet werkte. Want iets wat analytisch er best mooi uitzag, bleek nergens naar te smaken. Maar, wat een heel belangrijk element ook is het kruidenbuiltje. Elke jenever hoort een destillaat van jeneverbes te hebben. Dat hoort met ons ook. Daarnaast staat het destillateur vrij om andere kruiden te gebruiken. Deze kruidenzakken met bijvoorbeeld koriander, zoethout, citroenschillen of wat je er ook maar in wil gooien, hangen we als grote theezakken in de koperen ketels om vervolgens weer een tijdje te laten trekken. En niet te vergeten, weer even te proeven met Piet. Zo kun je spelen. Dat is wel redelijk sterk nog, hè? Ja, zo is het. Precies. Laat ik jullie nu even zien als het helemaal klaar is. We gaan nu van een bepaalde hoeveelheid van per flesje in die fles in die fles. Precies. Zullen jullie ongeveer een tip geven voor hoe je welke verhouding je moet kiezen? Maar dat kunnen we niet op camera doen, want dan krijgen we ruzie met Piet. Ja. En dan je kan instrumenten cocktail shaker. Heb je een etiketje erop? Ja, ik heb geen etiketje, dus ik zal ze signeren. Ze signeren. Ja, dat vind ik mooi. Een uitstekende destillateur. Nou Piet, maandag beginnen? Ja. Maar jongens, wacht even. Jullie moeten eerst nog even proeven. En daar houdt Piet ook wel heel erg van. Dus, maar ja, dan hebben we de meeste destillateur, maar we hebben ook de meeste bartender. De Bart. De Bart. En hij heet Bart. Bart de bartender. Nou, dit is natuurlijk geen cocktailbar, maar een destilleerderij. Ja, wij willen wel gaan schuren en zo, hè? Nou ja, goed, dan heb ik daarvoor denk ik de ideale locatie voor je. Dus dan gaan we even naar de House of Bols. Aan House of Bols, dat is waar Piet altijd rondhangt als hij niet hoeft te werken. Nee, goed, het is vrijdag, dus Piet kan meteen gaan borrelen als hij er is. Kom daar. Ja. Kijk helemaal, holy shit, dat is Piet's hangtas. Ik zie nu al dubbel. Holy shit. Zie je aan alle kanten. Ja, ook al zijn wij FFN Pils-liefhebbers, tegen een paar goed geshakte cocktails zeggen wij geen nee, Sandy. Wat veel mensen misschien niet weten, is dat jenever de perfecte basis is voor een cocktail. En dat is niet iets van de laatste jaren. In 1823 al werd Bols Jenever voor het eerst naar de VS verscheept en speelde daar een belangrijke rol in de opkomst van de cocktailcultuur. Zo opende Bols in 2007 de Bols Bartending Academy met 3000 nieuwe cocktailkoningen per jaar, de grootste bartenderopleiding van Europa. En een van die pareltjes is dus Bart Ender, de man die binnen no time de lekkerste mixjes uit zijn mouw schiet. Oké, ik wil shaken. Jij gaat Mai Tai maken. Dus deze voor jou. Oké, de rol is er omgedraaid. Heel goed. Slurpje. Lekker. Proost. Ga ik wel even. Hoe heet Piet? Dit is wel lekker hoor. Pietje. Ja, lekker. Deze echt lekker. Zo. Lekker, heb je goed gemaakt? Heel goed hoor. Ja, lekker, lekker. Doe het voor. Ik kan hier even opslaan. Nou, als het op is. Dan blijft het zitten. Ik vind erin vast. De finish is kut. Kind kan er wassen. Oh, lekker. Hey, maar Bart. Ja. Nou, oma zei al het goede komt in twee. Hé, ja, tegelijk, hè? Heel goed. Wel een goede kopje ook. Zo, daar wippen we toch weer even drie cocktails weg zonder dat je het doorhebt. Wil jij nou ook zo'n flesje nemen? Volg ons dan even op Instagram, @bucketboystv. En like dan even deze foto met Piet. Dan verloten wij onder diegene een door ons en Piet gesigneerde fles.
Zoek het uit is gebaseerd op het tv-programma How Do They Do It, wat wij ook presenteren. Elke dinsdag 20:30 op Discovery. Zorg dat je erbij bent.